Ik heb aan de telefoon opa verteld. Oftewel, Hans. Goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Ja, goeienacht. Dag Jorien. Hans, dit moet je even uitleggen, want ik zit niet op TikTok. Maar het schijnt dat jij daar echt een grootheid bent. Nou ja, een grootheid. Ik heb 34.000 volgers op TikTok. Nou, dat is veel, en, toch? Ja, en ik heet Opa Verteld, omdat ik zeker voor TikTok natuurlijk een hele oude vent ben. En wat ik doe is leuke filmpjes maken waarvan ik denk van nou, kinderen die kijken naar me, die hebben even een gezellig momentje. En dan swipen ze weer door en dan gaan ze naar de volgende. Maar het heeft 33.000 volgers opgeleverd. Want, dus ja, mag ik vragen hoe oud je dan bent? Ik ben 65. Oh, nou joh. 65. Dat is het nieuwe 40. Ja, precies. Ja. Maar wat vertel je dan op TikTok aan die kids? Nou, ik heb een paar verschillende categorieën. Ik vertel heel veel mopjes. En dan vertreed ik mezelf met een pruikje op of een hoedje op en een raar stemmetje. En ik heb een hele serie top 5. Nou, echt top 5 dingetjes van wat vind je lekker om op je brood te eten. Of top 5 leuke terrasjes aan het strand. Of nou ja, dat soort dingen. En ik ga vaak met mijn motor op stap. En dan film ik ergens in een dorpje waar ik ben. En vraag ik of ze het ook kunnen zien waar ik op dat moment ben. Oh, wat nou, dat leuk. Soort dingen doe ik. Ja. Maar doe eens even een mopje dan, Hans. Nou, ja, ik heb heel veel van die buurman mopjes. Hè. Oh, ja. die ene buurman die zegt, joh. Wat heb je nou weer gedaan? Zegt hij, oh ja, ik dacht ook wel door het tunneltje kon, maar nou zit ik helemaal vast. Ja, zegt hij, je ziet toch dat bordje staan, 2,40 meter. Joh, maar er was geen politie in de buurt, dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon stiekem toch. Ja, ik vind hem leuk hoor. En hoe ben je dan verkleed als je deze doet? Ja, als ik de ene buurman ben, doe ik een grijs hoedje op en de andere buurman heeft een rood hoedje op. Oh, ja, en de ene keer rol. Heb ik mijn shirt of mijn vest aan en de andere keer mijn vest weer uit. Nou, dat soort dingen. Hey, en Hans, jij hebt ook je TikTok-volgers gevraagd wat er dan aangevraagd moest worden voor 3FM Series Bequest. Ja, ik vraag elke dag. Elke dag laat ik ze een keuze. En mijn typetje waarmee ik een bondje speel voor de domme bondje mopjes, ja? Die heeft gevraagd om een nummer van Blondie. Oh. En daar konden ze op stemmen. En nou, hoe meer mensen er stemmen, hoe meer geld ik overmaak. Oh. En voor Blondie was dat 7 euro. Maar Armin van Buren had ik ook een ding over. En dat vanwege die buurmannen, hè, ja? Twee buren. En die had 5 euro opgeleverd. En morgen heb ik weer een ander filmpje. En dat gaat ook weer nou ergens tussen 5 en de 10 euro opleveren. Oh, kijk. Dus ik doe elke dag wat. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik vind dit heel creatief, Hans. Te gek. Ja, en welke is het geworden volgens jou TikTok-volgers van Blondie? Ja, Heart of Glass. Oh. Vanwege de glazen huis. Heart of Glass. Is ook nog eens mijn favoriet. Dankjewel, Hans. Nou. En groet op TikTok, hè? Ja, hey, hele fijne nacht, hè?